Het onstuimige weer van vannacht heeft voor flink wat overlast gezorgd. Volgens het KNMI zijn in Eindhoven windstoten gemeten van 115 km per uur. De gevolgen daarvan zijn op straat goed te zien. Ergon is vandaag en morgen nog druk bezig met het opruimen van omgewaaide bomen en rondslingerende takken. Nou, dat valt op zich wel mee. Ja, hier ligt dan een boom, maar voor de verder rest moeten we de orders nog krijgen. Dus. Bomen werden met wortel en al uit de grond getrokken. Voor een paar mensen zijn het spannende momenten geweest. Ja, nogal. Het kwam met veel geweld naar beneden op een auto terecht. En die auto is inmiddels weggehaald. Er is een foto gemaakt van de situatie, maar we waren weggeschrokken. Het was echt super heftig gisteren. Ja, ik stond met de drie kinderen voor het raam. Want die konden natuurlijk niet slapen omdat het zulk belachelijk slecht weer was. Dus het begon te waaien en het begon te donderen. Het werd steeds donkerder. En op een gegeven moment, we staan te kijken. Ineens blaast die top zo hier uit die boom op die auto die daar zo staat. En daarna kwam er nog een stuk naar beneden. Dat viel eerst hierheen. Toen ben ik zelf snel naar beneden gelopen om mijn eigen auto, want die stond onder de boom. Dus ik snel naar binnen in die auto stappen en dan hier parkeren waar we nu staan. Om ervoor te zorgen dat hij onder die boom vandaan kwam. Nee, het ging echt hard. Nou, ik had nog helemaal niks te zien. Dus ik denk, wow, wat is hier gebeurd? En dat denk ik nu nog steeds. Bij de brandweer zijn 800 meldingen binnengekomen, waarvan de meeste uit Eindhoven. Vooral ging het over overlast van takken en bomen op de stoep. Van wateroverlast was nauwelijks sprake.